gefeliciteerd. Je zit net koud op die bank en je ziet hem binnenvliegen. Wat is je reactie dan? Ja, heel blij. Ik denk dat het op zich wel een beetje gelijkwaardig was. Ik denk dat we tegen een hele goede ploeg gespeeld hebben. En daar hadden we het echt niet makkelijk mee. Maar ja, dat hij nog zo erin vliegt, daar was ik wel blij mee. Want ik had hem natuurlijk zelf ook nog om mijn slof. En het was extra lekker dat Noes hem nog even maakt. Het is eigenlijk ongelooflijk wat jullie presteren in de Champions League. Ja, ik denk dat we er heel goed voor staan. Maar wat ik al zei, we hebben echt tegen een goede ploeg gespeeld in mijn ogen. Met backs echt die er continu overheen gingen. Goede voetballers op middenveld. En ik denk dat het wel heel knap is dat we hem uiteindelijk nog over de streep getrokken hebben. En helemaal wat je zegt, ik had hem zelf nog om mijn slof. Want zo, daar was je ook dichtbij, dat handje. Ja, dat handje. Achteraf denk ik van ja, misschien had ik hem strak laag moeten schieten. Maar ja, dat is een moment. En hij moet erin, maar ik vond die keeper deed ook wel goed. Hij maakte goed zijn goalklijn. En toen dacht ik wel van shit, weet je, het zal me toch niet meer gebeuren. In München ook al, een balletje. Ja, maar uiteindelijk maakte Noes hem nog en daar was ik wel even blij mee. Ja, want zoveel tijd om na te denken heb je natuurlijk ook niet op zo'n moment als je wil uithalen. Nee, een lange sprint ook. Ik wist dat Hakim hem zou krijgen. Ik denk ja, als ik er dan bij kom, kan hij hem op me leggen. En dan kan ik schieten. Maar helaas niet. Maar goed, Noes heeft hem uiteindelijk gemaakt. Dus dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, inderdaad. En dan komt David Neres erin. Die is belangrijk ook in de voorbereiding van het doelpunt. Doet dat nog wat extra's met je dat hij er voor jou is ingekomen dan? Nee, ik vond het juist mooi. Ik bedoel, je ziet, hè, ik heb zelf ook meegemaakt natuurlijk. Als je op de bank moet zitten, is nooit prettig. En als je dan erin komt en er gelijk bij betrokken bent, dat is alleen maar mooi, denk ik. Ja, dan kun je ook echt blij zijn voor elkaar. Tuurlijk, we trekken hem samen over de streep en daar is iedereen bij betrokken, denk ik. En iedereen is ook belangrijk. Ja, want je hebt natuurlijk, als je op de bank zit, dan sta je hier wel eens mokkend. Maar dat heb je op zo'n moment dus inderdaad niet. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik was hartstikke blij dat die bal er nog in ging. En dit was een super belangrijke overwinning. Jullie zitten er lekker in en nou ga je in de competitie. Krijg je Feyenoord hier op bezoek? Hoe kijk je uit naar die wedstrijd? Ja, ook weer een hele belangrijke wedstrijd, denk ik. We kunnen in de competitie ook geen punten meer verliezen. En zondag dan zullen we weer helemaal fris en fruitig moeten zijn en een goede dag hebben. Feyenoord en Benfica, kun je die een beetje vergelijken? Nee, ik denk wel een ander soort speelstijl. Ik denk Feyenoord ook goede spelers. En als wij niet scherp zijn, dan kan het lastig worden. Maar wij moeten gewoon zorgen dat we gewoon goed voetballen en dat is het. Ja, want Feyenoord is natuurlijk altijd de klassieker natuurlijk. Maar jullie zitten in die Champions League, zitten jullie er zo lekker in zo'n flow. Is er dan nog kans dat je ze misschien een klein beetje gaat onderschatten? Nee, helemaal niet. We weten allemaal belang van die wedstrijd. En dat het ook natuurlijk een competitie kunnen we niks verliezen. Maar voor de fans, voor iedereen is die wedstrijd ook super belangrijk. Niet alleen dat. Dus die wedstrijd zullen we gewoon echt volle scherpte moeten zijn en laten zien. Want tot nu toe lukt dat op volle scherpte elke keer weer. Het is maar steeds de vraag van wanneer worden er nou punten gemorst na of voor een Europese wedstrijd. Maar dat gebeurt ook niet echt, hè? Nee, maar wij moeten, wat ik al zei, je moet elke keer weer hetzelfde opbrengen. En dezelfde energie, dezelfde scherpte. En dat moeten we elke keer weer blijven doen, denk ik. En zolang we dat doen is er niks aan de hand, denk ik. Maar we kunnen absoluut niet verslappen. Hey, en die kans van je, kijk je die nog terug of zeg je, laat maar, we hebben gewonnen? Nou, ik had hem al gezien, ik had hem al op groot beeld teruggekeken. Maar is jammer, maar gelukkig maakte Noes hem. Uiteindelijk gaan we met 3 punten vandoor.